Hey, hallo! Een nieuw uitpakfilmpje en vandaag in de tuin, want het is heel lekker weer. We hebben lekker een plekje in de schaduw uitgekozen om Hubelino rekenen uit te pakken. Kijk je mee? Ik zie allemaal cijfers om sommetjes mee te maken. Gekleurde blokjes. Gekleurde blokjes. En van die platen om het weer op te leggen. Dus we gaan ermee aan de slag. Een heleboel blokjes hier liggen. En nu? Gelukkig hebben we een boekje erbij. Die is wel in het Duits. Maar je kan wel alle mogelijkheden met plaatjes zien. Ik ga nu allemaal blokjes achter elkaar leggen. En dan kan onze kleuter tellen hoeveel het er zijn en het goede cijfer erbij leggen. En het goede cijfer erachter vastmaken. Ja, dan ga je nu de onderste tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, dus welke moet je erbij doen? 6. Ja. Waar is de 6? Nou, dan moet je de 6 gaan zoeken. Kitton, moet je hem even omdraaien, anders is het de 9. Ja. Maar je kunt ook met de blokjes natuurlijk sommetjes maken. Ik heb een voorbeeldje gemaakt van een gele en een geel blokje. Is twee rode blokjes. Daar zou je natuurlijk ook twee gele blokjes van kunnen maken. En aan de onderkant zie je dan 1 erbij 1 is 2. Heb ik de hele som uitgeschreven. Dus hier kan je natuurlijk leuk mee spelen. Ik heb 1 gevonden. En nu, welke rij moet ik nu doen? Deze. Oké. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh jee, hoe moet ik de 10 nou maken? Hier heb ik al een 0 gevonden en dan moet ik nog een 1 erbij. Misschien moet ik hem maar weer even lenen van die andere. Wat? Dan moet ik maar weer even deze pakken. Kijk. Een 1 en een 0. Nou heb ik er 10. Zo, nu heb ik de getallenrij gemaakt. En dan moet je de getallenrij afmaken of kijken welk cijfer er aan de 4. 5. Ja, zie je de 5 ook al hier liggen? Ja, goed man. En nog een 5. Ligt er nog een 5? Ja, hier. Oh ja. En wat komt er na de 5? 6. Zie je die ook al liggen? Wauw. Andersom. Anders wordt het een 9. Ja, een stokje omhoog. Dan heb je de 6. 3. R bij 1 is? 4. 4. Ja. Zo kan het ook. 3 R bij 1. Na hard rekenen moet er natuurlijk ook hard gechilled worden. Leuk dat je keek. Doe even een duimpje omhoog. En abonneer je even op mijn YouTube-kanaal. Tot de volgende keer.